Oh, we zijn er weer. Oh, en ja, vandaag hebben we al gegeten. Hey, was dat? Lekker fruitella. Reclame, jongeren. Fruitella. En we moesten lunchpakket. Hey! Oprapen die steen. Yo mensen, op dit moment is het alweer precies 3 uur volgens dat cameraatje waar ik mee film, want er staat tijd, taat en datum bij, dus er stond precies 3 uur, want dat kan ik zien, want dan doe ik zo bij instellingen en dan tijdinstellingen staat er 3 uur. En ja, we hebben net een of ander spel gedaan of zo. Moest je met GoPro en dan op de telefoon kijken en dan moest iemand blinddoek en GoPro op zijn hoofd of zo. Dat is best grappig en ja, ik weet niet wat ik nou ga doen. Ja, drinken halen. Goed, ga je even op bed liggen, jongen. Oké, we zitten weer in de epische tent, je weet toch. Hier is wel een gat, dat is wel een nadeel, maar dat maakt niet uit. Ik laat nou even spulletjes zien, of ja, van tent en alles. De gat ligt dus. Keukentje, je weet, tent. En dat is ons kleine tentje van mij, Tim, en dit is van de andere. Hey! Homo, een grapje, maat. En mooie gasfles, je weet. Daar, zo is. De verwarmast. Ja, ook. Stafterrein, een tentje. En daar zo zijn ze aan het hout hakken, maar dat zie je niet goed. Oh, je mag niet spugen in de tent. Oh, badass, jongen. Oké, jongens, ik weet niet of dat je mij wel goed kan zien, maar we gaan een nachtspel dadelijk doen. Dit is ook de laatste video van deze dag. Want in het donker dan loopt mijn camera vast, want daar gaat de lens, tript hem helemaal dan. Ik weet niet of dat er nou ook is. Maat, je hebt het echt in mijn goal, hè. Je hebt allemaal deo in de tent. Doe een like en alles en even abonneren sowieso wel hieronder en delen en liken en alles. Ik weet niet of dat ik de dag van morgen ook nog achteraan knip en als dat wel is dan zie je het nu. Yo mensen, vandaag een nieuwe filmpje en we hebben net gegeten en lunchpakketjes gemaakt. We gaan hiken, dus dan moet je fucking ver lopen. En dan daarna gewoon overnachten ergens. En dan laten we wel zien. Shawarma, je weet toch. Ja jongens, shawarma! Frikandellen! Nou jongens, we zijn weer op het kampterrein en we zijn keihard genaaid, want de hike moest ergens anders zijn, maar we zijn gewoon weer terug op het kampterrein. Daar kwam de route uit, dus dat is best naaiend. Maar we hebben ze al teruggepakt, want we hebben de stoel genakt en in een andermans stand gezet en we hebben ze laten schrikken met de toeter. De leiding dan, hè? Doe maar even een tape op. Roll up in the club and get shit cracking.